René Spans is een van de agenten die volgende week fulltime op de weg zit. Maar ook vandaag staat een rondje door de provincie op de planning. Op zoek naar hardrijders en andere ASO's op de weg. Een boete krijgen ze sowieso nooit leuk. En de boetes, als ze hier eigenlijk in de auto komen, ja, 9 van de 10 keer kost het geld. En dan praat je al gauw over minimaal 180 euro. En het duurt niet lang of de agenten hebben een hardrijder op de korrel. De meting is gestart en de achtervolging ingezet. Ja, er gaat nog 5 kilometer vanaf, hou je 143 over. Dus 43 kilometer te hard. De agenten letten de komende week niet alleen op snelheid, maar vooral op de zogenoemde top 10 ergernissen. In die lijst staan onder meer agressief rijgedrag, met alcohol oprijden en op nummer 1 pumperkleven. Nou, we hebben dus sowieso de aandacht erop gevestigd. Dus iedereen die heeft daar kennis van kunnen nemen dat we volgende week actief zijn. Dus daar kan iedereen zijn voordeel mee doen. Vorige week hebben we veel verloren met de beurzen. En volgende week is er veel te verliezen met snelheid. Het surveilleren met onopvallende auto's is erg succesvol. Afgelopen half jaar heeft het verborgen camerateam in Driebergen bijna 1500 automobilisten langs de weg gezet. Dat leverde een kleine 1700 bekeuringen op. De topper is bellen achter het stuur, ruim 350 bekeuringen. Ook werden 40 bumperklevers gepakt. En 7 keer hadden bestuurders te veel gedronken. In totaal moesten 110 automobilisten hun rijbewijs inleveren. Zover zal het vandaag niet komen. Daar rijdt deze automobilist net niet hard genoeg voor. Maar een flinke prent zit er wel in. Heb jij je rijbewijs? Ik heb het niet bij, maar mijn rijbewijs heb je. Je identiteitskaart? Nee, ook niet. Dan hebben we nog grote problemen. De twee inzittenden hebben haast omdat ze iemand willen bezoeken in het ziekenhuis in Amsterdam. En in de snelheid zijn de papieren thuis blijven liggen. Maar gelukkig kunnen de agenten de gegevens natrekken. Ik ga ermee akkoord. Als wij zeggen, dat klopt allemaal. En dus mogen ze hun weg naar het ziekenhuis vervolgen. Met zicht op een flinke boete, dat wel. Het was meer dan 40 km per uur tijd op de autosnelwegen. En dat gaat naar de officier van justitie. Volgende week rijden er elke dag zeker 10 van deze surveillancewagens rond. Dus snelheidsduivels zijn gewaarschuwd.